Maar vertel het dus, Peter. Wat heeft Geert-Jan nou net gezegd? Nou, dat zijn navigatie zich nooit in de steek heeft gelaten. Nog niet. Nog niet. Oké. Okay. Maar je spreekt in jou later. Ik hoop het niet. Ik hoop positief. Ja. De energie, hè? De energie. De conditie gaat parten spelen. Ja. Het was op zich heel goed te doen vandaag. Ja. Maar je ziet, het zijn hele mooie wolkjes. Ja. Alleen ik wou het toch weer te snel gaan doen. En ik denk, nou, dan pak ik even een parkeerpunt en dan kom ik terug naar de berg. Maar. Ja, toch maar die kant op. Hou maar recht. Ja. Dat is een gebroken upright. Gisteren heb ik het goed gedaan, maar vandaag niet. Met de camera. Ja, de volgende keer weer beter. Ik had gewoon eerder moeten starten en dan had ik wel hoog gezeten. En dan had ik wel alles mee kunnen vliegen. Maar nu was ik eigenwijs. Ik wil gewoon niet te vroeg starten, want dan kost me weer extra energie zo'n lange dag. Maar het was wel goed vliegen voor de rest? Nee, het is moeilijk. Moeilijk? Ja. Bellen zijn verwaaid. En dan weer aan, dan weer uit. En, ik had niet de concentratie vandaag moeten pakken. Jammer. Ja. What you haven't done it? Yes, because you haven't made a start cylinder. You first have to put in. No, it's not this. No. What you do is you press wavebound, I think it is. Yeah. Then you get S. Yeah. And then it's registered as the start cylinder. Yeah. And then you also put it for the second time because you also have to go there as a waypoint. Yeah. That's the but idea. It was. Beste mensen, wie zien wij daar binnenkomen, daarboven? Hey, dat is Frank Cox. Dat is Frank Cox. En wat vind jij daarvan, Johnny? Knap. Knap, hè? Ja. Hij heeft gewoon een goal gehaald. Hey, Frank. Je bent een goal, joh. Ja, bijna. Ik heb één waypoint gemist. Ja, dat is ben ik gewoon op goal. Dat is een bewuste keuze, begreep ik. Ja, het was. Ik vond het gebied niet zo prettig om in te vliegen. Er was een groot blauw gat en ik was moe. Ja. En hup, dat zeg ik. Ja, precies. Ja. Zo toch? Ja. Terug naar goal. Terug naar goal. Ja. Nou, goed gedaan, joh. Ja. Headquarters. Hi Jamie, give me your coordinates please. 42, 62, oh 52. Yeah, 52. Wie is Mr. Heinrich? Gerolf. Gerolf. Moet je zijn? Ja, dat geht eigenlijk vast. Hast du es geschafft? Ja. Bist du drin? Gratulieren. Okay. Schön gemacht. Gratulieren. Aber groot zo, also 10, 20 meter. Hey, Mart! Hey, umdraht. Ja, dat is goed. Je klaait binnen en dan laat je Hey. You are so happy that you signed in, aren't you? I am. That's much better. Well, a little bit better than Gerard. We'll see. Okay, congratulations. Er zat een enorme schok in het donker. Ja. Maar ja. Huh? Onweer. Ja, maar dat is. Ja, ik denk deze ook. Deze hier. Kijk eens. Ja, deze wil ook wel. Dat is Mart ook al, die had hem ook al flink kunnen bekijken. En dan zaten we daar in een nulletje. Klop! Komt een vleugeltje, die twee woorden vliegen. Ik kwam er erg bij, hè? Ja, je bent wel misschien niet begrijpen. Ja, ging er niet in de naam. Hij ging het opvliegen, ik dacht, als ik nou niet ga, dan is het. Zeg, moet jij je niet even netjes melden voor de felicitaties? Jullie moesten melden voor de felicitaties. Ja. Zijn we dan al drie? Ik zag jou al, je was weg. Oh. Nee. Gefeliciteerd, hè? Ah, wat goed.
Yes. Yes. Well done. Thank you. Congratulations. Congratulations. Fantastic. Well yes. Done. 5.5 hours. Peter. Ja. Hebben we ze nou allemaal? Nee, nog niet. Shit. Nog niet allemaal. Nog niet allemaal. Nee. Dus we moeten nog even wachten. We moeten nog even wachten, inderdaad. Dus we hebben er wel een heel aantal wel. Dus we hebben nu weer een probleem. Dus je mag inderdaad een weg die je niet kent. Oh, oké. Okay. Dus ook navigatiesystemen zijn niet altijd even als dus de kaart aan het is. Dus het is drama. Op dit moment. Maar we weten de weg. Oké. Okay. Ja, ik hoor het. Ik hoor het. I didn't make that one, but what's your name? Mas Maracho. Yeah, it's long.